Hoi hoi, welkom bij deze gloednieuwe weekvlog jongens. Een nieuwe weekvlog van ID. En het is deze week mijn beurt om jullie een weekje mee te nemen. Mijn naam is Lente en ik dans nu in mijn 11e jaar denk ik van ID. Dus voor mij leeft het eigenlijk al best wel een lange tijd. En het is dus zoals ik net al zei mijn taak om jullie deze week mee te nemen. Het zal vanuit mij niet alleen maar in Nijmegen op ID zijn, want ik studeer zelf in Rotterdam. Daar studeer ik docent dans bij Codarts. En dat zorgt dus voor dat ik eigenlijk niet elke dag meer bij ID kan dansen, wat ik heel jammer vind. Maar ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Maar wel heb ik gewoon aankomende vrijdag weer training in de avond en hebben we ook in het weekend op zondag en maandag doorloop. Dus ik denk alsnog wel een hele leuke ID-week. Maar jullie zullen ook wat dingen van school zien. Dus ik hoop dat jullie er net zoals ik heel veel zin in hebben. En heel veel kijkplezier. En een beetje succes. We were young, we were far from home. Dancing in the streets down in Mexico. Zij zei... Ik heb een beetje haast. We hebben kostuumetjes gepast. Pannen! Laatste loor door... Kak! We were oceans, worlds apart. Till we found each other in that old town bar. Can you feel... Goedemorgen. Ik heb al lekker mijn balletpakje aan, want ik ga nu richting school. En mijn eerste uur is ballet. Dus ik neem jullie gelijk mee naar school, want ik heb een beetje haast. Can you feel it? Feel it in your blood like I do. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Oh, nee. Ballet gehad. Jullie hebben de timelapse gezien als die leuk is geworden, anders niet. Superleuk. En wij gaan nu naar de theorieles. Nou jongens, het zonnetje schijnt, dus dan kunnen we natuurlijk niks anders dan op dit heerlijke terrasje. We boffen hoor. Ja. Al niet goed licht. Het is geen goed licht, nee. Maar we hebben net drama gehad. Yes. En ik ga nu door naar repetitie. Welkom to the crib. Zoals je misschien wel kan zien ben ik niet meer op school, maar ben ik weer lekker thuis. Zo, over het licht. Jongens, ik vind het lastig wat vloggen. Ik dacht dat ik me beter af zou gaan. Gaat niet. Maar goed, het is 8:15. Lekker laat thuis, maar dat is eigenlijk elke maandag. En dan sluit ik namelijk de dag... de maandag altijd af met repetitie. Dus wel heel leuk. Het is voor de eindvoorstelling van Codarts. Dus daar zijn we druk mee bezig. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Maar wel tot laat. Maakt voor de rest ook helemaal niet uit. We gaan even koken. Hè, Indira? Koken noemen wij dit. Indira en ik kunnen dat even goed. Of even slecht. Het is maar wat je ervan maakt. Dit zijn mijn allerleukste huisgenoten. Welkom op het leukste huisje op Zuid. Yes. Nou jongens, het lijkt nu alsof dit elke dag er zo aan toe gaat. Ik dat kan je vertellen, niet dat is niet zo. Maar we zijn nu wel heel goed bezig. Richting het einde van het semester. Dus iedereen heeft stress. En iedereen heeft stress. En uitstelgedrag. Dat zeker. Dat wijst naar niemand hoor. Maar ik ken niemand die daar erg veel last van heeft. Hey, you. Ben ik weer. Jongens, ik verwacht dat dit de meest chaotische vlog wordt die je ooit gaat zien. Maar ik denk ook niet dat het heel veel anders kon als je mij laat vloggen. Maar goed, ik probeer een beetje mijn best te doen. Ik weet in ieder geval dat de vlog van maandag, dus de vlog van vandaag, niet al te best is geworden. Maar ik hoop dat jullie er wel van hebben genoten. Ik ga nu lekker slapen. En morgen heb ik ook weer een hele leuke dag. Neem jullie gewoon gezellig mee. Ik heb ook een voorstelling morgen. Of nou, in ieder geval een uitvoering van een artistiek product. Dus ik leg daar morgen wel wat meer over uit. En ik neem jullie morgen gezellig weer mee. Doei! Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb opnieuw, zoals waarschijnlijk elke dag, superveel haast. Vandaag is een hele leuke dag. Ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. I'm gonna miss you when I'm gone.
Cause I've missed you all along. I'm gonna make it all undone. All the heartbreaks in my song. I remember all along. Gonna miss you when I'm gone. I remember all along. Gonna miss you when I'm gone. Nou, zoals jullie misschien net wel hebben gezien in de timelapse, hebben we conditie gehad van Niels. Dat hebben we elke week. En het komt nu eigenlijk wel extra lekker uit, want in plaats van 6 shows doen we 8 shows met ID. Dus die conditie mag wel een beetje op peil blijven. Street and Club. Wat gaan we doen? Doe even. Oh, ik pop echt helemaal niet. We hebben nu popping. Ik ben aan het vloggen, willen jullie iets zeggen? Hoi, welkom op de vlog. Oh, ik zie hem niet. Wij hebben nu lichtrepetitie. Dit is zowel mijn huisgenoot als de lieve choreograaf van vanavond. Hi. Want wat ik jullie nog niet heb verteld, is dat beide mijn huisgenootjes ook op Codart zitten. Ja. Heel dansend huis daar op Zuid. Echt gezellig. Vanavond, jullie zien het misschien al, ik heb de showmake-up al op. Vanavond is namelijk de voorstelling of de uitvoering van het artistiek product van Isa, die jullie net ook al even zagen. Want Isa is bezig met haar afstuderen, dus ze mocht een voorstelling maken. En daar mag ik in dansen, dus superleuk. Oh, ik moet trekken aan deze deur. Dus ik mag daar in dansen, heel leuk. Daar hebben we hard voor gerepeteerd de afgelopen tijd. En daarvoor is vanavond de uitvoering. Noah, wat gaan wij nu doen? Wij gaan zo dansen. Yes. Bij de donderdag vlog. Dit is donderdag, staat in het teken van optimaal. Kijk maar. Yes, we hebben net repetitie gehad voor de eindvoorstelling. Dit is geen leuk vlog, nu al niet. Oké, we hebben net repetitie gehad voor de eindvoorstelling. Jullie gaan nu een stukje zien. Ja. Ik ben even mijn laatste lesvoorbereiding aan het doen en dan ga ik zo richting Den Haag, want dat is de plek waar ik elke donderdag les geef. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, de dag dat ik weer naar Eddy mag. Dus ja, mijn meest favoriete dag om heel eerlijk te zijn. En ik heb gisteren volgens mij ook niet meer gevlogd nadat ik les heb gegeven, maar het was weer een super fijne les. Jullie zien nu even een stukje.
We hebben kostuumetjes gepast, want ook daar zijn we bezig met de voorstelling. Hallo. We hebben net ballet gehad. Oh, sorry. Je staat er al meteen. Ja, ik sta hier al meteen. En we hebben nu modern, want vrijdag is... Dansdag. Omdat we in de grote zaal zitten. Yes. Wat zei je? Geen poppingles. Hoezo niet? Geen zalmuziek. We hebben, testles is, Nou jongens, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo, daar kwam ik niet van. Wow. Oh ja, elk nadeel heeft een voordeel, want onze laatste Studio Clubles gaat niet door. Voor de testles, en dat is best wel een belangrijke les. Maar daar in plaats krijgen we wel, wordt onze les vervroegd, waardoor we dus eerder uit zijn en ik eerder bij ID kan zijn. I'm gonna save this feeling till I'm dead. Cause nothing really matters in the... Hallo! Ik ben er weer! In... Waar staat het? Nijmegen! Het is zover jongens. Ik ga onderweg naar de plek waarvoor we allemaal deze vlog hebben aangeklikt. Ik denk dat jullie al wel kunnen raden waar ik heen ga. Ik denk dat je het dan wel kan zien. Ik ben weer bij Eddy. Normaal ben ik een uur later, dus helemaal gezellig. Ik ben er weer, jongens. Ik ben weer thuis. Even lachen, even zwaaien. Hard bezig. Hallo. Hi. Hoe is het met jou? Goed. En met jullie? Ja, dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Hoe is het met jullie? Gaat het beter met jongens? Ja, dat weet ik. En like en subscribe. Doei! Ga je dit nou doen met je heel hoofd? Ik ben weer door mijn enkel gegaan. Hallo. Hallo, welkom in de vlog. Hallo. Wat zijn we aan het doen, Tess? We zijn nu de bank aan het klaarzetten voor de doorloop. Ik denk dat ze helemaal duizend worden als ze er kijken. Dan doen we wat. Ja, mag. Mark, wil je ook nog even wat zeggen? Ze missen je al, de vlog. Ja, volgens mij is het mijn eerste keer in de vlog. De eerste vlog die ik heb gezien waar ik in zit. Oh nee, dit is lentehaarvlog. Lentesvlog. Voor de ID. Welke datum was het weer? 26. Kom 26 tot en met 30 juni naar de Schouwburg voor de voorstelling. Ja. Zo niet dan niet. Vlog op een vlog? Vlog op een vlog. Hallo. Wat? Hallo. Wat? Vlogception. Kijk ook naar de Narena de vlog. Stuur even een DM. @ Narena Tax en dan krijg je ook haar vlogs. Doei. Hallo. Dus lachen? Voor de vlog. Van wie heb jij die slippers? Van Lente heb ik die gekregen. Oh, kijk joh. Hoe lekker ze zitten. Zie, kijk, je ziet helemaal de voet erin. Ja, helemaal de voet erin. Met liefde, hè? Kijk hoeveel liefde hierin zit. Dan is het heel lekker. Oh ja, we zien het. Prachtig. Erbij dat ik dus aan ga tekenen dat we gepast hebben. Oh. Jongens, dit hebben we gepast. Alles wat gekleurd is. Als het gekleurd is, is gepast. Dus deze. Woep, woep. Yes. Dit zijn klaar. Nog maar... Een hele hoop. Doei. Heb je er zin in, jongens? Ik kan. Kusjes, kinderen. Is het voor Wij moeten slapen. We moeten slapen. Hoe laat is het? Is het 22:30? Het is over 22:30. Even zwaaien. Oh. We moeten naar bed. Oh, want we moeten zondag weer helemaal fit zijn voor de doorloop. Ja. Spannend! De kostuumetjes staan al klaar. Hé, Lira, hoor. Kostuumetjes staan al klaar. Kostuumetjes pas, hè? Oh, ja, dat doen we met de docent. Funky kan niet heel goed. Daarom kan de Funky nog van. Oh. Even opnieuw, zo doen we. Ja, woe! De YouTube-channel. Ja. Wat wil je zeggen tegen de YouTube? Iedereen heel veel succes. En alle optredens moeten al af zijn. Ja. Dus opschieten.
Yeah. Dit staat op. Zij zei shit. Vloggen. Ja. Hebben jullie onze ballonnen al gezien? Jongens, Floor wil nog even wat tegen de vlog zeggen. Komt ie, komt ie. Doei! Zoals eigenlijk altijd deze hele vlog. Weer super veel haast, dus iemand anders vlogt even voor mij. Maar we zijn onderweg naar de doorloop in Lent. De doorloop. Kak! En de doorloop doen we eigenlijk zodat we alle stukken achter elkaar kunnen zien. En met de scènes ertussen, zodat we eigenlijk een beetje een kijkje of een klein proefje krijgen van de voorstelling die in juni gaat gebeuren. Dus super belangrijk, super veel zin in. Ik ga weer rijden. Doei doei. Tess, hoe ging de eerste? Wat is het? Wat zei je? Hoe ging de eerste? Goed. Goed. Oh shit. Shit. Kostuum. Floor, hoe ging de eerste? Goed. Hoe ging het? Goed. Slecht. Oh, slecht? Slecht? Ja. Ik ging slecht. Indira is druk bezig. Hallo! Moos, wat vond jij ervan, van de doorloop? Van de eerste helft? Leuk. En heb jij zelf ook gedanst? Ja. Ja? En ook een stukje gespeeld? Ja. En met wie mag dat? Ik ben Antonio en de muzikant, ik ben Mirabel. Leuk! Vind je dat spannend? Nee. Nee? Nee, jij vindt het gewoon heel leuk. Nou, supergoed! We gaan nu door naar de tweede helft. Doei! We gaan naar de tweede helft. Wil jij mij voor jezelf verzetten? Ja. Een soort ASMR. Hoi hoi, wij zijn nu bezig met de tweede helft van de eerste doorloop. Hoe gaat het jongens? Hoe gaat het? Sophie! Ja, gaat goed, gaat goed. Het gaat super goed. We zijn bijna aan het einde. Jongens, de eerste doorloop zit erop. Hoe ging het? Ja! En hier, wat vond je van de doorloop? Ik vond dat voor de eerste keer vond ik het echt leuk. Wat vond je? Ik vond het heel goed gaan. Heel goed gaan. Ja. Nou, ga ik ertussen in zitten. Ik vond het wel heel leuk. Ja, ik ook. Heel leuk. En jij, Nerena? Doei! Goedemorgen. Zijn we weer dag 2. Nu in Nijmegen. Lekker naar de doorloop. Oh nee! Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg naar, jullie herkennen het vast, ID Dance. Voor de tweede doorloopdag. Ik neem het even over, ja. Want Lente die vond het een beetje spannend vandaag. En iemand heeft pech. Oh nee toch. Niet fijn om zo je ochtend te beginnen. Nou, we hebben er zin in. Doei. Goedemorgen. Zijn we weer? Eerste helft zit erop. Gaan we door? Woehoe. Hoi Allen. Ik heb dit haar, want dat moest van een juf. We zijn nu. Waar gaan wij heen? Tweede doorloop. Ja, tweede doorloop. Tweede doorloop van de dag. Doei. Dit is Auto. Hey guys. Wat vond jij van de tweede helft? Tweede helft van de eerste. Heel mooi. Super goed geacteerd, gedanst. Echt. Wauw. Wauw. Ik zwaaien. Hallo. Hi. Nou, Lente gaat even vertellen hoe ver we zijn. Oh, we zijn op de helft. Precies op de helft. We hebben al anderhalve show gehad. Ja. En nu nog anderhalve show. En dan is het klaar. En hoe gaat het? Het gaat goed. Iedereen doet het super goed. Ja. En kijk, hier komt iedereen aan. Oh. Tadaa. Nee, leeft. Oh nee, dat mag ook niet zeggen dat jij een rol speelt. Jawel, dat mag ook. Oké. Okay. Nee, leeft kostuum aan, dus jullie mogen nog niet alleen het gezicht en een haarband. Een haarband. En ze zijn heel goed bezig met de. Oh, hoe zit het dan? Hoe ging het? De laatste doorlopen zitten. De laatste doorlopen zitten erop. De laatste doorlopen zitten erop. Kijk, iedereen is aan het opruimen. Maar dat betekent ook dat mijn week erop zit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om eigenlijk een beetje mijn week te zien richting de voorstelling. Alhoewel het weinig ID was. Maar ik vond het in ieder geval een hele leuke week. En ik ga het stokje overdragen naar.